dames en heren van Wekelijks Content. Top dat jullie kijken naar eindelijk een gloednieuwe aflevering van Clash Royale, de vierde aflevering. En vandaag doe ik die aflevering samen met Niek. Yo! Hij is er eindelijk ook weer bij. Het is een tijdje geleden ook dat hij in mijn video's voorkwam. En vandaag gaan wij eventjes een paar noobs proberen in te maken. Rekken! Oh ja, we gaan ze gewoon proberen rekken. En trouwens, in die tussentijd dat ik weg ben geweest, is er echt keiveel gebeurd op Clash Royale met mijn account. Want holy shit, ik zit in Arena 7. Ik heb nu 500 trofeeën meer, als ik het goed heb. Want de laatste aflevering zat nog in Arena 5. Dus nu zit ik alleen in Arena 7. Dus ja, het is gewoon perfect. En Niek heeft trouwens ook een legendarische kist op zijn... Nog 18 uur. En dan heeft hij een legendarische kist. Dinsdag heb ik ook een dikke pack opening voor jullie klaarstaan. Een little bit of a sneak peek ga ik jullie nu al geven. Ik ga zeggen welke kisten dat ik ga openen. Ik ga deze 3 gouden kisten openen. 1 magische kist. 1 kroonkist. 2 gratis kistjes. Niet 1 magische kist. 2 magische kisten. Een klein kist. En boom, boom, boom. Een legendarische kist, dames en heren. Holy shit. Ik heb echt zoveel zin. Die video komt dinsdag online. En in die video zal ik ook wel vertellen welke legendary dat Niek gekregen heeft. Maar anyways. Let's begin. Oh, ik ga trouwens eventjes deze man doen hier. Ja, ik heb ook deel. Oké. Let's go with the noobs raken. Oké. Oeh, Golem heeft een hart van steen. Stond er. What the fuck? Waarom zou je dat erin typen? Oké, ik heb baby. Oh ja, ik zet wel eventjes dit. Zo. Oh, ze hopen te veel, Niek. Dus we zijn niet. We zijn echt niet gewaarschuwd. Dus. Oh yeah. Fuck die Inferno toch. Ja. Oh ja. Oh ja. Ja hoor. Direct. Direct. Perfect. Perfect begin van de aflevering. Ja, die plek alleen nog altijd. Oh ja, het doet zelfs 1 slag. Hoppatee. Meteen een perfect begin van de aflevering. Hey, Inferno Tour gaat ondertussen ook eventjes neer zijn. Half. Neer. Wat? Oh. Oh nee, what the fuck doe ik? Ik laat mijn vuurbal echt compleet verkeerd. We zijn dood. Oké, val. Nee, oh fuck. Oké, ik dacht we kunnen dit nog een beetje overleven, maar nee. Nee. Oké, die lava hond is wel neer. Zo. Nog de lava pups. En ze kunnen we een beetje. Ja, ze noemen ze toch? Ze noemen ze. De lava pups. Oké, kunnen we een beetje een kankerpush gaan opbouwen? Zo met. Ah ja, fuck. De kankerpushen is al geen werkelijkheid meer. Oh, wauw, mooi. Nee, oh fuck. Ja, eigenlijk vinden we het. Eigenlijk vinden wij de stam echt zo. Wauw. Maar eigenlijk vinden wij in de stam echt zo'n kutcat. Nou, als je het zelf tegenkrijgt, is het zo kut, niet normaal. Laat je wel weten. Ja. Misschien wel een tennis. Of niet. Niks. Ik vind het altijd zo'n rare animatie als een zwaard in de grond zit. Like, is er zoveel zwaartekracht dan op Clash Royale? Dat het zwaard gewoon in de grond kan gaan? Oké, ik ga eventjes een push opbouwen. Oh ja. Die prins is wel dood. Dat maakt niet uit, jouw elite barbaren leven nog. En die kunnen veel damage doen. Oh ja. Fuck. Wow. Het zijn ook een beetje poezen hoor. Het zijn ook wat poesjes. Ik moet het doen. Nee, waarom? Waarom niet? Oké, nu. Wacht, nu gaat het gebeuren. Hoppa. Gewoon keert pushen. Ja, ik heb vuurbal. Zet het. Nee, ik kan niet zetten. Ik kan. Ja! Hoppa. Hoppa. Oh god. Eventjes.
eventjes een flip momentje van ons twee. Sorry daarvoor. Maar we waren gewoon keihard aan het flippen dat we nog niet verloren hadden. Maar hier zijn we wel verloren, denk ik toch? Oké, lava pups, afleiding. Hopelijk nog een lekspel. We zijn aan het verliezen. Onze toren heeft nog 189 levens. Oh fuck. Niet geen wifi problemen. Niet geen fa. Oh. Op het domme na! Oh jee, yeah. Dames en heren, trouwens eventjes. Ik wil eventjes dank zeggen voor de mensen die de clan zijn gejoined. Echt waar, dank u wel dat jullie de video van hoe kom je in de clan op Clash Royale afgekeken hebben. Er zijn ondertussen 13 leden, dus echt super nice. Daar ben ik echt heel erg content mee. Maar wij gaan gewoon lekker doorvechten. Hey, tweede keer goedje. Ja. Of als nu niet de goede keer. Oh, in mijn arena. Ja, Nick zijn arena. Arena. Nick zijn arena. Nick zit in arena 9. Sorry. 2650. Ja, ja, ja. En ik sta dan ook in vakkeertje. En je moet. Ja, ja hoor. Oh, wauw. Nee, oh, geen. Oké, okay, ja, de plat. Sparky valt geen lucht aan. Ik heb raket. Of vuurbal, dat is ook genoeg. Even kijken, mijn vuurbal doet 190 damage. Perfecte. Perfectie. Yay. Perfect. Oké, okay, zet maar skelet liggen. Ja, goed. Oké, okay, ja. Heeft lekker veel damage gedaan. Hoppakee. Nieke zegt helemaal, helemaal een goeie bui. Oh, echt, dat heb ik je niet gezien. Ik zat gewoon stond naar mijn scherm te kijken. Wauw. Nieke is echt helemaal een goeie bui. En ik ook. Maar ik ben niet zo hard aan het flippen. Waarom hebben zoveel mensen eigenlijk pijlen? Maar dat is eigenlijk ook gewoon een keller niet pijlen. Dus dat, als je pijlen gebruikt, dan is het eigenlijk slecht. Sorry, voor mensen die hier kijken en die hebben pijlen. Maar ik vind het eigenlijk niet goed. Dus wel echt kut als je tegenkrijgt. Zo, dat is vaak zo. Als je een kaart haat en je krijgt het zelf tegen, dan is het echt heel erg kut. Ja, oké, okay, doe maar. Oké, okay, ja. Die stam gaat echt heel veel damage doen. Oh ja. Ja, gewoon 0-2. Hoepa. Dat maakt niet uit. Ik heb wel hordegunst. Ja, ja, ja. Nu heb ik gewoon 0-2. Alleen nog 5 elixir erbij. Ik heb 0 elixir. Oké, okay, ik moet nu nog 2 elixirs. Oh, ik moet 10. Oh, we zijn nog gewoon keihard aan het winnen. Oh. Zo, ik heb mijn voor de gunsteling alvast ingezet. Okay, ik moet voor de spastie. Ja, oké. Okay. Dan moet hij kiezen op wat dat is. Oh, lekker. Net niet gehit. Oké, okay, please een paar hitjes doen voor de gunstelingen. Maakt niet uit welke, level 9 of... Oh, ik doe al level 9 gedaan. Oké, okay, ik heb raket. Ik ga het afraken met... Raket is mooier om het af te maken. 3-1 of 2-1. Het maakt niet uit. Nick is echt helemaal een flip, dus. Nick is echt helemaal een goede dag. Lekker boosje. Zeker als we gewonnen hebben. Wat we nu net gedaan hebben. Lekker voor hun. Want het waren 2 persoonlijkjes. En aan het eind van de aflevering kunnen we trouwens eventjes tussendoor een kroonkindje openmaken. Ik kwam eventjes niet aan mijn lettertjes. En okay. Yeah. Ik heb liefbarbaren en bevriezen. Liefbarbaren en bevriezen. Ik heb valker hiervoor ervoor. Oké, okay, nu gewoon doen. Gewoon ja. Doen. Nee! Fuck. Oh, ik zet wel... Oh, wauw. Dat was eigenlijk dom. Dat was een domme zet. Dat was slecht teamwork. Echt slecht teamwork. Oh, maar het torentje ligt gewoon plat. Het torentje ligt gewoon plat. Hij valt zo van, ah, het is een vrouw. Valkyrie is een vrouw. En I am the one is een man. Like, ik ken niet al die mensen, maar I am the one is wel een man. Oké, ik heb nu echt de perfecte push klaar. Babydraak. Kun jij dat verdedigen? Alleen maar mijn buurlijstjes. Oké. Maakt niet uit. Ik heb 2 zombies. Oké, die is
plat in die toren, maar die andere toren ligt ook gewoon lekker plat. Of ja. Oh ja, ja, hier. En ik ga plat zijn. Hoppateentie, plat. Met die toren. Oké. Okay. Fuck, ik had beter gewacht. Ja, bevries die shit maar. Ah! Jammer voor jullie. Ja, doe maar raket. Zo, kan ook gewoon lekker. Oh ja, klonenprins ook gewoon hier. Oh shit. Dat is echt wel probleem. De drie sterren, we moeten gewoon zoveel kronen verzamelen. Oké, ik ga wachten tot 10. Voor de dinges, ja, ik ook. Ik heb eigenlijk echt kutkaarten om aan te vallen. Eén voor naar Hogwarts. Oké, maar ja. Ik ga mijn Hogwarts aan de bus zetten. Oh, ik verdedig wel, ik verdedig. Oh, oké. Dikke? Ja. Fuck, ik heb hem niet mee. Fuck you. Fuck, dat was niet fuck you. Ik zei fuck you. Ik zei fuck you. Ik zei niet fuck you. Ik zei niet fuck you tegen jullie. Oh, ik weet het. Wauw. Maar het maakt niet uit dat we gelijk staan of zo. We moeten gewoon zoveel mogelijk proberen. Oh, dat maakt niet uit. We staan gelijk. We staan op verliezen. Gelijk. We staan op winnen. We staan op verliezen. Je hebt nog bijna 4.000 Ja. Oei, nou, dat komt toch, goed. We zijn toch beter. Dat komt wel goed niet, dat komt wel goed. Hier zo, hoppa, de perfecte hoppa. Push. Oké, Valkyrie, mini Pekka en Prins. Ja, hij had veel helpen. Vries die shit, hoppatee. Oké, en ik wel niet. Ja. Ik stuur nog eventjes vuurbal erop af. Hoppatee! Oh yeah, een bonde. 2-1 staat het in de winst en Vries staat het. Ik bedoel 2-3. Jij 2-1. Maar 2-1, we hebben één keer verloren en... Oké, nog 2 toren spotlight. Nog 2 prinses torens. En dan heb ik de kroonkist. Voor... Wat? 2 landen. 2 torens. 2 torens. De muur van China gaat kapot. De muur van de noobs gaat kapot, eerder gezegd. Oh, Arno Klankak. Hé, mijn broer moet Arno. Ja, eigenlijk. Maar, niks zijn broer moet Arno. Maar mijn broer is wel een beetje ouder. Ja. Hoe oud is je broer? We zijn. Oh, 17. Ik vind bijna 16 zijn. Oké, een heel klein beetje damage. Langzamer zeker. Ja. Hey, fuck. Oh, fuck, ja. Wauw, de mini Pekka is een Jezus, jongens. Liep gewoon over de rivier. Wat? Ja. Oké, ik ga gewoon eventjes... Oké, ik ga met de tweeën. Ja, doe jij en dan ga ik gewoon de volgende avond. Ja, jouw pijlen gaan heel veel doen tegen mijn prins, wel veel vingerskletjes. Oké, nu staan we weer voor. Ik heb vuurbal. Ik heb hem gewoon compleet gemist, mijn vuurbal. Oh, toch niet? Net niet gemist. Maar de laatste tijd... Ik hoop die meisjes laten hier eens beter dan die pakken Arno. Arno. C-kan-klak. Wat is dat voor een kutnaam? Jezus. Lol. Ja, respect. Oh, fuck. We staan weer keihard achter. Oh, we zijn... We liggen zelfs plat mee in toren. Oh my god. Oké, dit gaat niet lekker. Wow, mijn respect. Oké, nu verwacht ik zijn pijlen. Nee, dat doet hij gewoon niet. Ja, je hebt gewoon keihard gelijk, dus nu. Waarom stuurt hij er geen pijlen op af? Vraag ik mij af. Dat is echt kei dom. Oké, ik doe wel een beetje mee. Ja, die bandiet is ook gewoon neer en nu kunnen we gewoon keihard gaan counteren. Wauw, zag je die liep barbaar? Ja, kei raar, die liep zo rondje. Echt compleet gemist mijn vuurman, maar dat maakt gewoon geen shit, hè. Of misschien toch wel, want dan heb je echt... Like ja. Wow, laat het gewoon gaan. Als je daar op pijlen ging, jij pijlen, moest dat sletje van ons zijn en zij zouden daar op pijlen zetten. Nu verwacht ik wel zijn pijlen. Ja,
Maar wij hebben skelet niet. Oh, fuck. Dat is ja, maar ja, ik wou mijn skelet niet zetten, omdat ik mijn skelet niet heb. Ik zet net mijn skelet niet op hetzelfde moment. Oké. Ik zet gewoon woede. Oh yeah! Oh yeah! 3 keer gewonnen. 1 keer verloren en precies 2 torens klas gemaakt. Dat betekent, de klok is voor jullie dames en heren. En dan doen we gewoon nog eventjes, laten we zeggen, 1 gevechtje. En dan gaan we de aflevering wel afronden. Wat? Dat is zo een topdeal. 1-1-1. Niet wil zijn legendarische kist zo graag openen. Ik ben ondertussen bezig met mijn kroonkist. 9 elite barbaren, 3 tovenaartjes, 3 musketiers en 43 koninklijke reuzen. Dus echt een bar slechte kroonkist. Die zijn goed voor mij. Die zijn goed voor jou als je om kaarten vraagt, maar ik gebruik die niet. Dus het is echt een bar slechte kist voor mij. Ik dacht dat ik hier niet stond, maar dat is gewoon van de webcam. Het is echt gewoon nog 1 gevechtje. Hè. Ja, dat is die deal. Dat is deal. Ik sneak ook van de deal. Ja, kom. 2-2. En dan hopen wij op 4-1 voor deze aflevering. We begonnen maar 1 keer verliezen. Maar nu hebben we ondertussen 3 keer verloren. 3 keer verloren. 3 keer gewonnen. Bedoel ik. Oké. Links. Rechts. Oké, ik weet niet. Wauw. Of zappen. Dat is ook kut. Oké. Wat? Ja. Oké, hoeveel damage doet jouw raket? 30. Oké, mijn man doet bijna 400. Dus wacht, ik doe wel eventjes vuurbal daarop. Ik heb die prinses net mee. Oh jee. Yeah. Kijk, gaan we. Of ja, die gunslingetjes vermoorden het waarschijnlijk wel. Oh, dat kijk je. Ja, waarschijnlijk doen. Dat zou kunnen. Maar normaal gezien zou ik wel met dan rode vlaggetjes moeten sturen. Kun jij raket? Ja. Of niet. Denk je gewoon beste raket. Gewoon nu. 3, 2, 1. Hoppa. Jeba. Oké. Ah, fuck. Dat skelet leren was echt compleet verkeerd geplaatst. Oh. Ja, ga maar achteruit. Nee. Fuck. Die reusskelet was al op die toren gemikt. Ja, oké. Wauw, die mega gunsling gaat gewoon helemaal achteruit. Wauw, dat vind ik eigenlijk wel grappig. Die gunsling. Oh, die zet lava hond. Gaan we gewoon op de linkertoren? Op de linkertoren? Nee, gewoon voor de koningstoren. Dan hebben we 3. Nee, kijk, nu is het ideale moment. Ze verspillen echt keiveel elixir. Kijk, 7. Wow. Ze zijn echt dom. Holy shit. Oh yeah. Joppa! Ja! 4 op rij. 4 keer op rij, dames en heren. 4 op rij. Dit zijn de eerste die ons niet te verliezen. Fuck you, de eerste. Dank u wel, tegen de laatste 4. Hey, mooie naam, voor de tweede. Wat? Mooie naam. Steeds u, dank u, benaderd. Ja, echt gewoon een kutnaam. Jury. Ja, Jury, oké. Is gewoon een kroonkist. Oké, nu koop ik eventjes een kroonkist. Oh, wauw. 520 goud. Oké. 2 edelstenen. 4 vleermuizen. Maar nee, die foto. Foto van vleermuizen is zo sexy. 1, 2, 4. 6 varkensruiters. En de laatste. Wat de? 59 mortieren. Dat is echt keihard slecht. Wat is slecht? Alleen die ene tegen en één van de ja. Anyways. Niek en ik waren echt gewoon het dreamteam voor deze aflevering. Niek en Seppe het dreamteam. Anyways, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Hopelijk vonden jullie hem tof. Vergeet niet even een blauw duimpje omhoog achter te laten. En ik check jullie bij de volgende video. Bye bye!